Welkom beste kijkers, wij zijn hier met de allereerste vlog, je zou de vlog kunnen noemen van VertrekNL. En waarom doen wij dit? Wij doen dit omdat wij als VertrekNL, het magazine voor de mensen die naar het buitenland willen emigreren, of al zijn geëmigreerd, als expert of als emigrant, oftewel voor korte of langere periode. En daar doen wij heel veel informatievoorziening over wat je moet doen om een succesvolle emigratie te ondergaan naar welk land je ook gaat. En een van onze vaste partners daarin is de Wereldschool. En waarom? Wereldschool, die doet nu al meer dan 70 jaar, noemen zij, afstandsonderwijs. Nou, wat dat precies inhoudt, dat kan ik gaan vertellen. Maar iemand die het veel beter kan vertellen, dat is Sjoerd Veldman. Dat is de directeur van Wereldschool. Maar ook een overkoepelende organisatie, Sjoerd. Sjoerd, welkom bij deze mooie online presentatie. Dankjewel. Wereldschool is onderdeel van IVRO, begrijp ik. Hoe verhoudt zich dat precies? Nou, de Wereldschool is ooit opgericht binnen de stichting IVO. Wat staat voor Instituut voor Individueel Onderwijs. Dat is al inderdaad heel lang geleden, in 1948. Maar er zijn nog meer onderwijsactiviteiten die onder diezelfde club vallen. En daar ben ik allemaal eindverantwoordelijk voor. Dan kun je denken aan niet alleen afstandsonderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenland. We verzorgen dat ook voor kinderen in Nederland als die er behoefte aan hebben. We hebben ook een aantal onderwijslocaties in het buitenland. Hè, met name in het Midden-Oosten en Azië. Dus we doen heel veel verschillende dingen als het om onderwijs gaat aan kinderen. Ja. En hoe belangrijk is dan... er zijn volgens mij twee dingen die jullie heel prominent doen. Dat is onderwijs van de Nederlandse taal. Maar jullie geven ook onderwijs in de Nederlandse taal. Want daar zit een subtiel verschil in, hè? Ja. Wat je ziet is dat de behoefte aan onderwijs van de Nederlandse taal, met name voor Nederlanders in het buitenland, het grootste is. En we geven onderwijs in de Nederlandse taal, omdat onze doelstelling met het geven van alle onderwijsactiviteiten is dat kinderen altijd aansluiting houden bij het regulier onderwijs in Nederland of in staat zijn een diploma te halen waarmee ze verder kunnen studeren. Ja, want, dus je kunt ook internationaal Nederlands taalonderwijs volgen. Ja, en dat is belangrijk, want uit cijfers blijkt dat ongeveer zo'n 40% van de mensen die vertrekt, die komt ook weer terug. Ja. En dat betekent dat, ik heb ook begrepen dat als je 6 maanden bijvoorbeeld geen onderwijs hebt gehad, want in Nederlands regulier onderwijs krijg je, meen ik, 8 uur Nederlandse taalonderwijs per week. Maar als je dan een half jaar weg bent uit Nederland, dan creëer je al een taalachterstand. Als zijnde kind. Ja, 8 uur is wel een beetje ruim hoor. Mm-hmm. Op de meeste roosters op de Nederlandse school staat 4 uur het vak Nederlands. Ja. En daarnaast maak je natuurlijk huiswerk. Dus je bent er al met al misschien wel zo'n 6 tot 8 uur mee bezig. Maar als je kijkt naar gestructureerd Nederlands taalonderwijs, ook in het buitenland, dan is per week daar tussen de 3 en 3,5 uur mee bezig zijn, is voldoende om geen achterstanden te krijgen en op niveau te blijven om aansluiting te houden. We zitten nu in een hele bijzondere situatie. We hebben nu de coronacrisis. Dat is ook de reden dat we deze presentatie online doen. Want anders had ik graag van je echte bruine bonenkoffie willen genieten. Maar we doen het nu op afstand. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het onderwijs. Daar moeten kinderen nu vanuit huis het onderwijs blijven volgen. Willen zij in mei examen kunnen gaan doen? Wanneer is het examen? Ja, nou, het centraal schriftelijk examen in Nederland, wat normaal gesproken in mei plaatsvindt, is dus nu recent, is dat eigenlijk gecanceld. Ja. Dus scholen gaan op basis van de schoolexamens uiteindelijk het diploma uitreiken. Maar dat zou normaal gesproken in mei plaatsvinden. Leerlingen die in het buitenland verblijven, en ook structureel in het buitenland verblijven, die doen vaak staatsexamen. Dat wordt normaal gesproken wordt het schriftelijke deel, dus wat nu in mei zou zijn, wordt op de ambassade van het land waarin ze verblijven afgenomen. Dat is eigenlijk best wel een vrij unieke situatie natuurlijk. Maar gaan ze dan eens naar die ambassade toe? Ja, daar wordt dan het examen afgenomen. Maar dat durven ze dan nog wel, want je hebt die 1,5 meter afstand. Ja, dat is verschil natuurlijk per land ook, denk ik. Nee, dat is dus nu, met de huidige crisis, is dat niet. He, met de huidige coronacrisis is dat hele stuk komen te vervallen. Gaat dus ook niet door.
En er wordt nu gekeken hoe het college deel, het mondeling, hoe dat vorm gaat krijgen. Want dat heeft normaal gesproken ook voor de Nederlandse taal nog een schriftelijk deel. Maar dat wordt uiteindelijk ook altijd in Nederland afgenomen. Dus Nederlandse kinderen komen naar Nederland om daadwerkelijk dat certificaat of een diploma te halen. Oké, en wat jij daarnet schetste in die ambassades, dat is in de normale situatie? Ja. Oké, en dat is dus nu veranderd? Dat is nu veranderd, ja. Ja. Maar wat betekent dat nou qua doorlooptijd voor die kinderen? Lopen ze dan nu vertraging op? Of hoe moet ik dat precies zien? Nee, in principe niet. De momenten blijven hetzelfde. Er wordt alleen één moment echt tussenuit geknipt. En wat alleen onduidelijk is, is de meeste ouders van die kinderen nog een examen doen, die boeken al ver van tevoren een vlucht of een reis terug naar Nederland. En wat nu de vraag is of die data gelijk blijven. Ja. En dat is, dat is nu wel eventjes schipperen voor iedereen die daarmee te maken heeft. Want het is gewoon nog niet bekend. Ik heb zelf de directeur van de staatsexamens vorige week gesproken, omdat natuurlijk veel van onze kinderen daar gebruik van maken. En zij gaf aan dat bij de volgende mededeling over het al dan niet open blijven van de scholen ook meer duidelijkheid zal zijn over het moment waarop. Ja. Dus dat moeten we echt even afwachten. Ja, dus wat dat betreft is het nog heel erg onzeker. Wat schat jij zelf in hoe lang dit allemaal nog gaat duren? Dit is wel een heel lastige vraag, moet ik eerlijk zeggen. Ja, je hebt geen medische achtergrond, dat snap ik. Nee, ik heb geen medische achtergrond en ik moet eerlijk zeggen, als ik elke organisatie breed kijk, en ik denk dat meerdere organisaties, zeker onderwijsorganisaties, maar ook andere bedrijven op dit moment daarmee te maken hebben. Ja, het is een beetje varen in de mist, hè. Je weet niet precies wanneer de mist gaat optrekken. Het kan overmorgen zijn, nou verwacht ik dat niet. Maar het kan dus dichtbij zijn, maar het kan ook nog best een tijd duren. En tot die tijd blijft je wereldje vrij klein. Ja. Hè, want je moet het doen met de informatievoorziening van buitenaf. Ik hoop op een scenario dat we dit jaar nog wel de college-examens voor de leerlingen kunnen doen. Zodat als leerlingen op zomervakantie gaan, dat ook echt daadwerkelijk alles is afgerond. Maar het zou best kunnen zijn dat scholen nou in ieder geval tot aan de meivakantie of daarna nog wel gesloten blijven. Nou, en dan heeft het wel invloed, denk ik, op de hele planning, of? Ja, nou ja, wat je ziet is, wat supermooi is om te zien in de huidige tijd, is dat de scholen zijn echt in 2 dagen tijd omgeschakeld van de werkelijkheid onderwijs in school naar onderwijs buiten de school op afstand. En iedereen doet dat op zijn eigen manier, maar ook heel innovatief. We zitten nu, we hebben nu dit gesprek ook via Zoom. Ja. Nou, dat is een van de tools die ingezet wordt. Maar Teams en Skype en eigenlijk alles wat er altijd al was. En wat we eigenlijk ook al vaak inzetten voor dat afstandsonderwijs, dat wordt nu ineens gemeen goed. Dus we hebben al een hele steile learning curve wat betreft het aanbod. Ja. Maar wat vaak een belangrijke rol speelt, is ook de situatie waarin. En dat geldt ook voor Nederlandse kinderen die in het buitenland met hun ouders verblijven. Onderwijs op afstand waar je ouders een rol in spelen. Nu is dat verplicht ineens voor alle ouders in Nederland. Speel je een actieve rol in het onderwijsaanbod aan je kinderen. Dat is al ruim 70 jaar zo voor Nederlanders die in het buitenland onderwijs geven aan hun kinderen. En tuurlijk zijn daar verschillende smaken in. Je kunt dat met veel betrokkenheid en weinig contact tot heel veel contact op afstand via Skype of Zoom of iets dergelijks. Kun je dat organiseren. Maar wat je dus nu gaat merken is dat die continuïteit, dat gaat een vraagstuk worden. Hoe hou je het vol? Ja, en dan bedoel jij met name de ouders, hoe zij hun kinderen onderwijs kunnen blijven geven? Dat is de ene kant. En aan de andere kant ook vanuit de scholen die het nu organiseren. Ja. Eerst is je primaire probleem is, hoe krijg ik de lesstof bij de kinderen zodat ze door kunnen? En nu verschuift dat een probleem een beetje naar van, alle situaties van kinderen zijn anders. De ene kan veel hulp thuis krijgen, de ander kan wat minder. Ja. Je hoort vandaag dat de gemeente Amsterdam iets van 3500 laptops of zo beschikbaar heeft gesteld voor kinderen die geen laptop hebben. Dit soort problemen ga je nu krijgen. Ja. Omdat je af gaat vragen, lukt het nog wel? En halen we er voldoende leerrendement uit? Dus eigenlijk wordt het een heel spannend moment op het moment dat je gaat toetsen. In hoeverre is er een achterstand opgebouwd, ja of nee? Moeten we toetsen wat dat betreft ook niet overschatten. Ik denk dat je vooral moet gaan denken in
hoe zorg ik ervoor dat het lijntje niet breekt? Dus dat het contact goed in stand blijft tussen docenten en leerlingen. Dat is denk ik het allereerste. Dan heb je in ieder geval een directe feedback van de leerling om te zien hoe die ervoor staat en of het vordert. Ja, en of het, we moeten ook een beetje accepteren dat het een unieke situatie is die ineens is omgeslagen. Ja, dat is ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. En een beetje vanuit de expertise van de docent toch anders gaan kijken naar de situatie. Ja. En heb jij dat als wereldschool, wat doen jullie in deze coronacrisis anders dan wat je voorheen deed? Qua lesstofaanbod en het onderwijs geven, niks eigenlijk. Mm-hmm. Want dit is voor ons de dagelijkse praktijk. Wat je wel ziet is dat je ook al onze collega's werken op dit moment op afstand. Vanwege de maatregelen die nu getroffen zijn. En je merkt gewoon dat het contact intensiveert via andere kanalen. Dus je ziet ook dat wij op een andere manier nog meer contact aan het zoeken zijn. Met elkaar en met leerlingen en docenten. Omdat je nu eenmaal in deze situatie zit. Ik weet niet of je dat zelf herkent vanuit Vertrek NL. Dat je nu, je gaat nieuwe mogelijkheden benutten om contact te leggen. Ja, nou ja, dat is helemaal waar. Dit is een van de voorbeelden dat wij zeggen van wij willen nu een interview met jou gezien deze hele situatie. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat doen we dus nu door middel van Zoom, zoals je al aangaf. Maar ik kan me ook voorstellen dat nu meer mensen een beroep op jouw faciliteiten gaan doen. Meer beroep gaan doen op jouw docenten, meer beroep gaan doen op jouw onderwijsmateriaal. Dat zou goed kunnen. He, op dit moment, wat ik net aangaf, de situatie die ik schetste. Eerst was de vraag, kunnen we lesstof naar de leerlingen toe krijgen? Ja. Die vraag die kun je in veel gevallen voor de eerste hulp bij onderwijsproblemen kun je die wel leveren. En nu het over continuïteit gaat, krijgen we inderdaad dit soort vragen. Hoe zit de lesstof en zitten je planningen in elkaar? Wat moet je doen om de continuïteit te waarborgen? Hoe doen jullie dat? Kunnen we daar gebruik van maken? Dat zijn eigenlijk vragen die nu vanuit ons werkveld eigenlijk op ons afkomen. En daar zijn we natuurlijk ter beschikking van iedereen die dat soort vragen heeft of hulp nodig heeft. Maar je hebt nog niet gehad dat er een bepaalde school heeft gezegd, nou wereldschool, wij zitten nu met dit probleem. We kunnen laptops gaan aanschaffen, we kunnen docenten gaan helpen om verbinding te behouden met de leerlingen. We kunnen de ouders proberen te instrueren, schemaatjes met ze opmaken. En zoals jij in een eerder interview hebt gezegd, plak ze op de koelkast, maar maak die schema's vooral ook met je kinderen. Dat is een hele goede tip. Maar die ouders, die zijn inderdaad daar helemaal blanco in voor heel veel, in heel veel situaties. En heel veel ouders zijn afhankelijk van opvang. En dat heeft de een goed geregeld, de ander minder goed geregeld. En dat de een die kan het wel voor een bepaalde periode volhouden, maar niet voor een lange periode. Dus ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment de school zegt, ja, beste meneer Velban, wij willen gewoon van jouw diensten gebruik maken, want die ouders gaan het niet trekken, en docenten gaan het niet trekken, maar wij willen wel het onderwijs goed kunnen aanbieden. Dus wij gaan een deal met jullie sluiten. Is zoiets al ter sprake gebracht? Nee, en dat zou ik ook eerlijk gezegd niet goed vinden. Ook als ouders met hun kind naar het buitenland gaan, dan geven wij ook onderwijs vanaf 6 maanden. Dat is niet voor niks. Omdat je dan ook iets met continuïteit echt kunt doen. En je dan ook daadwerkelijk kunt laten zien dat hetgene wat je doet een stapje voor stapje meerwaarde betekent. Als je nu van de een op de andere dag zeg maar de school zou overnemen voor een school, dan denk ik dat je sowieso een hele hoop dingen niet goed doet op dat moment. Het zou wel kunnen zijn dat voorbereidend op, stel dat zo'n situatie nog een keer komt, of de situatie gaat langer duren, dat je met elkaar gaat kijken welke elementen van wat jullie doen kunnen wij als school gebruiken. Daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Of het nou systeem is, of dat het nou content is, of dat het afstandsdocent is om andere docenten te coachen. Dus van de faciliteiten die je allemaal hebt, stukken gaan met elkaar gaan verbinden, kan ik me goed voorstellen. Het hele systeem ineens implementeren, dat zou echt onzorgvuldig zijn om dat van de een op de andere dag te doen. Maar die onzorgvuldigheid zit er met name in dat de docenten, de leerlingen, maar ook de ouders, die kunnen zo'n overgang, dat gaat dan te abrupt.
Ja, want inhoudelijk zijn de praktisch dan de lesstof is wel hetzelfde. Ja. Alleen de manier van aanbod bieden van de lesstof is heel anders. Het kan best zijn dat je een andere lesmethode gebruikt. Wij gebruiken altijd een reguliere Nederlandse lesmethode. Dat zou je nog weer op elkaar af kunnen stemmen. Maar op elementen, ik denk dat dat meer impact heeft dan alles in één keer omdraaien. Wat natuurlijk wel zo zou kunnen zijn, is dat we, en want dat zie je wel in deze situatie gebeuren, afstandsonderwijs was eigenlijk altijd een beetje, hoe moet je dat zeggen, een tweederangs keuze voor het reguliere bestel. En natuurlijk willen we allemaal dat kinderen allemaal gewoon naar school toe gaan. Dat willen wij ook heel graag. Maar er zijn gewoon situaties dat je afstandsonderwijs kunt benutten. Ik hoop wel dat het sentiment hierdoor een beetje draait, waardoor we afstandsonderwijs als een oplossing gaan zien. En dan kan ik me goed voorstellen dat scholen onderwijsinstellingen zich gaan realiseren van, god, dat wat ze daar doen is wel interessant voor ons als we nou naar de toekomst kijken. Ja. En dan hebben we het niet alleen over, is er een virus waarom we allemaal thuis moeten blijven, maar je kunt ook denken aan situaties met lerarentekort of andere maatwerksituaties die je graag zou willen invullen. Ja. Ja, meer één op één aandacht, want dat is namelijk een heel groot voordeel, denk ik. He, als ik nu kijk naar de dienstverlening van de wereldschool, dan heb je al als docent. En de hoeveelheid aandacht, die kan je ook zelf bepalen. Hè, door middel van het aantal Skype-lessen die je dan inkoopt. Mm-hmm. Als zijn de ouders. Maar je krijgt natuurlijk, het voordeel is dat je heel vaak één op één les krijgt. Klopt. Dus daar zit dan ook wel degelijk een positief effect van afstandsonderwijs. Even los van het feit dat we nu wel moeten. Maar ja, ik had echt wel het idee dat er wel scholen bij jullie zouden inmiddels hebben aangeklopt van, neem de boel maar over, maar dat zover gaat het dus nog niet. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die met name uit je directe netwerk en uit je indirecte omgeving die gaan bellen van, goh, heb je tips of kan ik op je terugvallen op het moment dat het niet meer lukt of wil je even meekijken? En dat is natuurlijk supergoed om daar je netwerk voor te benutten. Zou ik ook iedereen aanraden om dat gewoon te doen. Maar van de een op de andere dag de hele schoolorganisatie omgooien, dat zou ik ze sowieso afgeraden hebben. He? Je mag meekijken, je mag meedoen. Ik wil je alles overal mee helpen. En laten we vooral ook dit als een les meenemen, dat we hier elkaar kunnen versterken. Ja, ja. En dan, ik had al één tip die jij al eerder in een interview hebt verklapt. Die heb ik aangekaart. Ja. Dat is dus, doe het gezamenlijk met je kind, het opstellen van een programma. Ja. Heb je nog een aantal extra praktische tips waar de kijker nu gelijk wat aan heeft? Ik denk voor nu, we zien dat de fase een beetje omslaat dus. We gaan nu nadenken over continuïteit. Wat ik in ieder geval docenten en ouders zou willen aanraden, is om in ieder geval dagelijks met elkaar aan het begin van de dag te proberen een opstartmoment met de kinderen te creëren. En als het kan, het liefst één op één. Maar je ziet ook al een hele hoop creatieve docenten die bijvoorbeeld één filmpje opnemen wat ze naar alle leerlingen sturen. Of met elkaar een WhatsApp-groepje openen en daar altijd de dag met elkaar openen. Doe dat in ieder geval, zodat je van elkaar weet wat voor die dag op het programma staat en wat je daarvan verwacht. Maar sluit dat ook af. Dus doe hetzelfde in de middag nog een keer. En dat lijkt alsof, daar gaat wel wat moeite in zitten. Maar het is al genoeg, doe dat 5 of 10 minuten per leerling en loop je hele klas af. Dan heb je, dan hou je in ieder geval de verbinding en de continuïteit erin. Want van leerlingen, een leerling zit meer te wachten op dat ene filmpje of dat ene contactmoment met een docent dan alle digitale oefeningen die je ze kunt bieden of alle lesstoffen, sommetjes die je kunt maken en kunt doorsturen. Dat contactmoment is essentieel. Dus dat zou mijn allerbelangrijkste tip voor nu zijn. Ja. Nou ja, en dus inderdaad gebruik gewoon de middelen die we hebben. We gebruiken inderdaad nu Zoom, maar je kan inderdaad Skype gebruiken. Je zei het al, TeamView kan je gebruiken. En er zijn meerdere, je kan ook achter het raam gaan zitten. De ene die kant en de andere kant en die kant. Heb ik nog niet zien gebeuren. Maar er zijn heel veel mogelijkheden die we kunnen benutten. Hoe is het met je eigen thuissituatie? Want jij hebt volgens mezelf ook... Je hebt alleen honden, of niet? Ja. Nee, kinderen zijn er nog niet. Alleen wij moeten natuurlijk ook ons aanpassen op de huidige situatie. Wat ik wel veel zie bij collega's, met name als collega's wat meer kinderen hebben in de basisschoolleeftijd,
Dan is het best een hell of a job om het nu gewoon allemaal ineens allemaal goed voor elkaar te krijgen. Ook al werk je voor een organisatie die afstandsonderwijs geeft, dan nog, je wordt gewoon teruggeworpen in een andere realiteit. En accepteer ook dat dat zo is. En dat je gewoon eventjes, we moeten ons allemaal even anders opstellen ten aanzien van werk, ten aanzien van school, ten aanzien van onze omgeving. Contact fysiek kan niet. Nee. Dus vind andere mogelijkheden. Ja, dat is eigenlijk waar je nu dan in zit. Tot slot, de allerlaatste vraag. Als je nou even kijkt, want je bent de grote baas. Hoe ga jij om met de mensen die dus nu op de werkvloer zitten? Wat doe jij nu dingen? Ben jij flexibeler? Heb jij nog een aantal maatregelen binnen jouw organisatie genomen nu? Ja, wat je ziet is, wij zijn eigenlijk een organisatie waarbij we toch het liefst veel kort contact houden. Dus normaal gesproken kwam iedereen naar de vaste locaties toe, de kantoren waar we vanuit werken. Ziet iedereen elkaar vaak veelvuldig. En dat valt nu een beetje weg. Ik merk dat we daar zelf ook een beetje aan moeten wennen. Ja. Je ziet gewoon mensen wat minder. En daar moet je ook wat flexibeler in zijn. En ook werktijden spreiden zich gewoon uit. Ik zit bijvoorbeeld zelf nu best wel regelmatig 's avonds van dit soort meetings te houden. Omdat er overdag andere dingen belangrijk zijn. Ja, dat is gewoon wat de werkelijkheid is. En dat is ook belangrijk. Ja, ja, maar jij doet dus niet nog je eigen tip. Je opent niet gezamenlijk met al je medewerkers. Wel hoor. Ja, teams die doen dat samen in verschillende. Ja. Wat je ziet is gezamenlijke lunch via Zoom. Ja, joh. Koffie drinken, dan gaat via de WhatsApp-groep gaat er een berichtje rond en dan doet iedereen op hetzelfde moment even koffie. De dagopstarten worden iedere dag gedaan, zodat iedereen ook op hetzelfde moment met elkaar kan overleggen. En wat je daarvan ziet, dat is wel een positief bijeffect, vind ik. Ik zie mensen veel vaker aan elkaar vragen, kan ik nog iets voor je doen? Ja. En dat is toch omdat je op een andere manier contact hebt. Terwijl als je gewoon aan je werk zou gaan, dan zou je je werk doen en dan zou je die vraag misschien niet stellen. Dus dat is mooi om te zien. Dat is mooi. Nou ja, dan hebben we toch nog wel een positief effect. Nou ja, je noemde al een paar positieve effecten. Ook de bewustwording van afstandsonderwijs is niet een noodzakelijk kwaad, maar is gewoon juist een heel belangrijk onderdeel die het onderwijs alleen maar beter kan maken. Ja. Heel erg bedankt, Sjoerd, dat jij op deze manier hier aanwezig hebt willen zijn. Heel graag. Ik hoop voor ons allen dat het wel snel overgaat. Wij houden contact in ieder geval op deze manier. En de volgende keer regel jij de koffie. Is goed. Ja. Doen we straks een virtuele koffie, oké? Precies, heel goed. Hey, dankjewel. Okay. Hoi. Goed. Hoi.